We zijn hier op landgoed Amsen in Lochem. Een van de weinige particuliere landgoederen die er nog zijn in Nederland. Het is zo'n 650 hectare groot. En wij zijn met een groep vrijwilligers hier actief om de zaken een beetje netjes te houden. En je krijgt het ook nooit af. Je kunt hier met 50 man aan het werk en dan krijg je het nooit af. Maar de dingen die we leuk vinden om te doen, die doen we. Zoals nu, dat we op de hei bezig zijn, dat vinden we ook leuk werk. De vrijwilligers zijn over het algemeen gepensioneerden. Ze hebben allerlei beroepen gehad, maar hebben één ding gemeen en dat is de liefde voor de natuur. En we zijn graag buiten bezig, we zijn graag in de natuur bezig, natuurliefhebbers. En we hebben elkaar zo geleidelijk aan hier gevonden. We hebben hier loofbossen, naaldbossen, zoals je ziet heidevelden. Maar ook verschillende vennen en poelen in de bossen. En ja, het werk is ook heel gevarieerd. We gaan nooit 3-4 weken achter elkaar op de hei bezig. We gaan ook andere dingen doen. We gaan op paden bezig bij poelen, zodat die bereikbaar blijven voor het wild. En het mooie is dat hier ook vrij veel wild nog is. We hebben hier een paar groepen moeflons lopen die in het wild hier lopen, reeën. Ja, we zien van alles. Dus het is een geweldig mooi plekje om te zijn. We doen het maar één keer in de week op de dinsdagochtend. Dan beginnen we om 9:00. En dan werken we tot 12:30, 12:30 door. Ah, we gaan koffie drinken. Tussendoor drinken we een kopje koffie. En dat is het. We zijn op zoek naar meer vrijwilligers, want we hebben nu een groepje van ongeveer 8. We zouden heel graag nog een stuk of 5 vrijwilligers willen hebben die ons op de dinsdagmorgen komen helpen.